Meneer Elalucci, je keert tegen AZ terug van de schorsing. Je zit er weer bij. Hoe waren de afgelopen 2 weken voor jou? Dat kan niet makkelijk zijn geweest op de tribune. Nee, het was lastiger dan ik dacht eigenlijk. Je wilt de ploeg natuurlijk helpen. Maar je bent eigenlijk een beetje machteloos. Je traint eigenlijk niet naar de wedstrijd toe. Dus dat is wel anders. Maar goed, ik ben weer terug. Dus gelukkig zijn die 2 weken achter de rug. Ja, want NAC heeft een ommekeer nodig, hè? En liefst zo snel mogelijk. Ja, klopt. Ik heb het liever niet over de afgelopen weken, omdat het wat minder was. Ik moet naar voren kijken. Alleen een ommekeer is inderdaad nodig. Ja. We hebben punten nodig. Heel dringend eigenlijk. Dus we moeten er vol tegenaan gaan. Er komt een belangrijke periode aan. Zware wedstrijden, maar ook belangrijke wedstrijden. Dus, nou, ben ik mee eens. Laten we vooruitkijken. AZ, lastige tegenstander, maar waar liggen de kansen voor NAC? Ja, het is natuurlijk een hele voetballende ploeg. Echt altijd voetballende oplossingen. Dus ik denk dat daar ook een beetje een zwakte ligt. Dat je in de counter eventueel gevaarlijk kan zijn. Dus ik ben benieuwd morgen. We moeten morgen gewoon met volle scherpte. Allereerst gewoon duels winnen. Want dat is denk ik prioriteit nummer 1. Als je dat doet, dan komt het voetballende gedeelte. Geeft het feit dat je thuis speelt in het Radverlegstadion, geeft dat wat extra vertrouwen en motivatie? Want ja, de afgelopen wedstrijden, misschien op de eerste helft tegen ADO, waren prima. Ja, klopt. Thuiswedstrijden zijn natuurlijk ook anders, vind ik. Het hoort niet zo te zijn, maar met de supporters achter ons is natuurlijk, ja, kan je ook in de statistieken zien, de meeste punten die hebben we thuis behaald. Dus ik denk dat je thuis wel sterker bent, ja. En bij ons ploeg is dat wel extreem. Maar goed, ik met het publiek achter ons denk ik dat wij zeker dingen kunnen doen. Je staat te trappelen om je steentje bij te dragen. Ja, zeker. Altijd, hè.